hebben ze niet zo heel veel gezien in Vlaanderen de afgelopen zomer, maar als het er was, dan was het wel de moeite. Ik kan me nog wel een paar dagen of weken herinneren dat het zeer warm was in Vlaanderen. En ik heb gemerkt dat de schoolgaande jeugd zal vloeken, want vanaf volgend weekend of aankomend weekend gaat het weer wat beter met het weer en komen wij volgende week in een zomersfeer terecht en dat terwijl iedereen terug naar school moet. Goed. Dus morgen terug school, 1 september, vandaag de laatste dag van de zomervakantie. Dat vier. We hier zo'n klein beetje, en je weet dat je als ouders of grootouders een berichtje of een boodschap mocht versturen naar ons om zoon of dochterlief toch wel wat te steunen richting die eerste dag van het schooljaar. En dat heeft Yannick Peters uit de Hammen ook gedaan. Zij wil haar zoon verrassen met dat berichtje. Hij start dus morgen inderdaad ook met school. En de groetjes komen van zijn mama, dus Janiek van zijn zus Jolien en van Beni Mine staat er daar. Dat is misschien de hond of de poes, dat zou kunnen uh, ten huize daar bij Peters. Uh, ik zou zeggen aan de zoon, en dat is uh, een, een toffe kerel, we hebben daar een leuke foto van, die uh, in het magazijn aan het werken is, zoals je kan zien. Uh, ja, ik wens hem bijzonder een leuk schooljaar toe, met bijzonder mooie momenten en uiteraard veel vriendschap, want ook dat is belangrijk op school. Dankjewel voor het, het verzoekje, Jannick uh, Peters. En blijf kijken naar mensen, blijf genieten van onze artiesten en uiteraard van onze muziek, de hits.